Altijd lastig met dit soort apparaten. Als je het apparaat zelf goed in beeld hebt, dan heb je het display niet. En heb je het display, dan is het apparaat zelf niet goed. Nou, zonder statief. Oh, die is een beetje hard. Het plasticje er nog niet af, zie ik. Oeh, ja, dat klinkt een beetje vreemd. Dat is een heel hard signaal. Daar doet de AGC zelfs een beetje vreemd van. Ontvanger is maar rustig, hè? Romeo Alpha. Ja, geen statief, dus ik hoop niet dat je duizelig wordt. Nou, meestal, ik zit meestal zelf rond de 2722. Dat ding is erg anders dan de USDX. Qua mogelijkheden en uitgangs... filosofie. Je kunt hem dus ook als meetapparaat gebruiken. Even kijken hoor. Zo. Hier staan de afregelgegevens. Daar wil ik het even niet over hebben nu. Hier ben ik nog niet uit wat het is, de decoder. Oh, hier doe ik verkeerde knopje in. Maar ik moet het manual dus nog goed lezen, dat is wel gebleken. Je kunt ook je eigen seinschrift in het display krijgen als je seint, dus dat is ook wel leuk. Maar het is een heel klein doosje. Hij staat boven de QRM-eliminator, die staat nu uit.
Want de storing is intermitterend. Af en toe aanwezig, af en toe niet. Maar het is een leuk doosje. Heel klein. Echt heel klein. Twee VFO's. Ja. Nu zit ik op de andere VFO. Ja. Sorry voor het gewiebel.